Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 25 augustus 2016. Dat is het bulletin van donderdag. Vandaag is er morsen en in SSTV in PD90 een foto van vanmiddag die laat zien dat het als kat niet erg handig is om je met dit soort temperaturen op de hete zolderetage tussen de rommel te verstoppen. En toch komen dat soort dingen voor. Bij de aardbeving in Italië zijn diverse amateurs betrokken bij de hulpverlening. De communicatie verloopt in Italië vooral via DMR, via zowel het Duitse Motorola-netwerk als via Brandmeister. Daarnaast wordt de frequentie 7060 kHz als noodfrequentie gebruikt. Het gaat om de talkgroeps TG9911, dat is MCOM US, en 9112, dat is MCOM EU, beide in tijdslot 1. Verzoek is om deze beide talkgroeps geheel vrij te houden voor het noodverkeer. Dan zal dat denk ik wel loslopen. 7060 kHz zit in Nederland in het gedeelte waar het op 40 meter wel eens druk is. Houd alsjeblieft deze frequentie vrij voor noodverkeer en laat het ook een andere weten. Er is ook nog sprake van enkele andere frequenties op 40 en 80 meter die gebruikt worden. In het rampgebied zijn nu 10 amateurs direct bij de hulpverlening betrokken en buiten het noodgebied zijn er nog 10 amateurs als ondersteuning actief. Het is een aardbevingsramp van behoorlijke omvang met, zoals het nu lijkt, meerdere honderden doden. De plaatsjes Amatrice en Accumuli raakten bij de aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter nagenoeg geheel verwoest. De site etherpiraten.com meldt dat onlangs in het oosten van het land het piratenstation Wat Lub Dat Fijn uit de lucht is gehaald. De zendinstallatie was inclusief stroomvoorziening zodanig vakkundig in bomen opgehangen dat medewerkers van AT een in boomklimmen gespecialiseerd bedrijf moesten inschakelen om een en ander te laten verwijderen. In de bomen hingen een aggregaat, de antennes, de zender met twee MOSFETs in de eindtrap en de aansturing ervan via internet. Antennes bevonden zich op ongeveer 30 meter hoogte boven de grond. Pikant aan het verhaal is de locatie waar de zender was opgesteld. Dat is het plaatsje De Lutte, waar deze dagen diverse legale zendhobbyisten kamperen vanwege de DNAT aan de andere kant van de grens. Amateurs nemen elkaar graag de maat. Regelmatig wordt daarbij op een negatieve manier naar de activiteiten en het functioneren binnen de hobby van mede-amateurs gekeken. Dit is een verschijnsel dat internationaal is. Een paar maanden geleden heb ik een column van een Australische amateur uitgezonden en die ging precies over ditzelfde verschijnsel. Exact aan de tegenovergestelde kant van deze aardbol reageren amateurs kennelijk precies als hier. Toch is het niet bij iedere hobby of andere activiteit zo. Ik heb recent wel eens het blad RAM aangehaald dat op een gegeven moment van de kleine uitgeverij Televak naar de veel grotere uitgever BDU ging. BDU heeft een grote afdeling met een hele schakering aan vakbladen. Die gaan van watersport tot aan steenhouwers toe. Toch schrokken de mensen op die afdeling vaak van de ruwe, onaardige reacties die ze van met name die ene groep, de zendamateurs, kregen. Daar raakten ze tegen mij, zowel zendamateur als journalist, niet over uitgepraat. Vanwege onaardige dingen die amateurs over elkaar zeggen, blijven vermoedelijk ook meerdere mensen van een zo leuk medium als deze repeater weg. Uit de reacties die ik over het onderwerp heb gekregen, blijkt dit met de grote meerderheid de grootste ergernis te zijn. En ik ken zelf ook meerdere wat serieuze amateurs die je een poosje geleden nog op PI2NOS kon horen en die na een tijdje concludeerden dat het om precies deze reden, namelijk het elkaar afzeiken, toch eigenlijk niet voor ze was. Omdat je nooit helemaal zeker weet hoe erg het probleem nou echt helemaal is, er kunnen tenslotte ook veel mensen zijn die het helemaal geen probleem vinden. En omdat ik er zelf wel benieuwd naar ben hoe dit nou ervaren wordt, heb ik op de site zendamateur.com een kleine enquête opgezet. Ik denk overigens niet dat zo'n enquête een wetenschappelijk verantwoord resultaat oplevert, maar het geeft wel een beeld. Je hebt overigens een account op de site nodig om te kunnen stemmen. Dat kan nou eenmaal niet anders om te voorkomen dat bijvoorbeeld leveranciers van spam de resultaten kunnen beïnvloeden. De resultaten kun je wel zonder account bekijken. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Blieper de bliep. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink-gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink-gebruikers lucht.